We gaan naar Roger. Dag chef. Goedenavond. Roger van Le Rive. Ik zie dat je de ploeg al lekker bezig is. Ja, zeker. Wat eten we allemaal? Wat zien we hier allemaal? Nou, we zijn begonnen met een gemarineerde zalm. Die hebben ze al zojuist gehad. Daarna hebben we een mooie gebrande langoustine. Een langoustineflan gemaakt. En we hebben nu een tartaar mooi van rundvlees gemaakt. Met een crème van avocado. Wat eidooiertjes erbij. Zoetzure komkommer. Oh, dat is lekker zeg. Oh, prachtige kleur ook, hè? Ja. Ja, waanzinnig. Ja, Barry houdt van eten, maar ik vind het zo gaaf om er een beetje inhoudelijk op in te gaan. Met hoeveel is jullie team vandaag? Vandaag zijn we met z'n vieren. Oké, en jullie hebben net allemaal pièces gedraaid? Nee, we zijn wel bezig geweest in het hotel. We hadden nog een ander event. En nu zijn we hier even heen gekomen. Maken mooi die gerechtjes erop en dan gaan we terug naar het hotel en gaan we bestellingen en dat soort zaken. Oh, serieus? Dus de avond is maar net begonnen voor jullie? Hij is er gewoon door, hoor. Ah, maar goed man. Leuk dat iedereen erbij is. Ja. Allemaal bekende gezichten, gezellig. Ja. Nee, is leuk. Super. Kijk maar eens even mee. Wel gaaf. Ja, ik sta hier met Roger Emmekeng van Le Rive. Hè? Of La Rive? La Rive, ja. La Rive, het is Frans. Hè? Hey, wat vond je ervan vanavond? Ja, superleuk om te doen. Echt wel, superleuk. Gaaf, doen jullie vaker zulke dingen? Nou, we doen wel hier en daar wat events en dat soort zaken, maar nu niet zo groot en zoals het nu georganiseerd is, weet je wel? Met al die uren, al die koks. Ja. Ja. Hey Keng, het is natuurlijk waanzinnig om tussen je collega's te staan, denk ik. Ja, zeker. En dan kan je je collega's weer ontmoeten, weet je wel. Dat is gewoon heel gezellig. En wat ik altijd vind is eigenlijk, het is geen haat en nijd onder elkaar, het is echt broederschap. En dan weet je weer, het is echt het koksvak, vind ik eigenlijk. Hè? Ja. Nou, je kan elkaar ook een handje helpen, toch? Ja. En het is leuk om er soms een beetje te dollen. Dat zeker. Zeg, we gaan even in op jullie gerechten. Mensen die nou in beeld kijken, die zien die fantastische foto's van Saskia van der Wal. Saskia van Wal, ik zeg het verkeerd. En jullie eerste gerecht was een gerechtje met zalm. Vertel eens even wat dat precies was. Ja, dat was een tartaar van zalm. Een fijn gesneden zalm, die hadden we eerst gemarineerd. In suiker en zout. Opgedraaid in rettig. Daar hadden we schuim bij gedaan van anchovis. De quinoa salade zat erbij. Wat zoetzure groenten zaten erbij en wat blaadjes en een krokantje. Oké, dus ook weer een lekker fris gerecht eigenlijk. Valt me wel een beetje op. Ik heb net alleen het laatste gerecht geproefd, de tataar. Het tweede gerechtje, wat was dat? Het tweede gerechtje was een flan van langoustine met een gebrande langoustine erbovenop. Daarop zat weer een zuurdesempje. Krokant gemaakt met wat olijfolie. Daarover zat een heel klein beetje yoghurt. Zat wat calamansi zat erbij en een vinaigrette van wasabi. Maar hoe komen jullie nou, want er zijn natuurlijk fantastische gerechten en dat is natuurlijk wel de meest stomme vraag eigenlijk aan de chef, maar hoe kom je aan de combinaties? Keng, dat weet jij wel. Nou, van ervaring en uitproberen. Dan krijg je gewoon tijd van de chef natuurlijk en ik doe heel veel kookwedstrijden, dan kan je ook heel veel uitproberen om de topgerecht te krijgen en dan gebruik je weer terug op de kaart, weet je wel. Dus zijn jouw kookwedstrijden eigenlijk dingen voor wie op de kaart? Nou ja, kijk, dat is wel een voordeel daarvan natuurlijk. Hè? Dat kan je gewoon heel veel tijd insteken om de topsmaken uit voor een gerecht te maken, zeg maar. Wat goed, hè? Want jij kookt het af, hè, op wedstrijden geloof ik. Hè? Jij bent een soort Tom Bonen van het hotel. Ja, dat klopt. Wat is de laatste wedstrijd die je gedaan hebt? Prix Tattanger. In Parijs was ik vierde. Van waanzinnige wedstrijd, hè? Hé hey Roger, jij bent niet echt een wedstrijd, kok of wel? Nee, ik vind het hartstikke leuk om met ze te oefenen. Voor mij is elke dag een wedstrijd op de zaak. Ja. Dat zeg ik ook tegen hun. En laat hun wel lekker naar buiten gaan. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, gaaf man, gaaf. Heel, heel tof dat je dat doet, ook voor het Nederlandse koken natuurlijk. Ja. Hè? Heel, want ik ken jou al, dat je nog wat jonger was, toen ik nog bij Saisonnier werkte. Hey, we gaan even door naar het derde gerechtje. Dat was de tataar. Ja, de tataar. Nou, die zeg. De tataar hadden we aanmaak gemaakt van mosterd en anchovies. En crème van eidooiers en avocado crème. En daarbij serveren wij komkommer vinaigrette. En een beetje zoet-zuur. Het was een heel fris gerechtje, maar die tataar of die eidooier was weer wat smeuig. Hoe had je die bereid? We hebben de eieren gescheid en met olijfolie in de reuning gegaan. Op hoeveel graden? 65 graden. Oh, dat die lekker zo uitloopt eigenlijk. Eigenlijk het ideale eitje voor 's ochtends. Ja, zoiets. Ik hoop dat ze dat doorhebben strakjes bij het ontbijt als het 7 uur is. Hey, en jullie gaan nou moeten daar nog de keuken in, mannen.
Ja, we gaan langzamerhand afruimen en dan gaan we naar het hotel en dan gaan we bestellingen doen. Oh. Dat wordt een latertje weer, of niet? Ja, ja, dat, zo is het elke dag ongeveer. Dat is het leven van een chef, jongens. Ja. Dan heb je geen leven meer, dat is het mooie van ons vak. Toch? Maar wel het mooiste vak wat er is, hè? Ja, zeker. Mensen tevreden houden met wat je neerzet. Lekker eten. Dat, Hey, hartstikke bedankt dat jullie er waren. Voor de mensen, je kunt twitteren en je kan natuurlijk onder hashtag 24HoursPressRoom. Het staat hieronder. En ja, je kan het overal zien, ook op Facebook, overal is te zien. En jullie worden hartstikke erg sterren natuurlijk. Ja, daar zijn jullie al een beetje natuurlijk, hè? Nou, dat niet, maar we doen wel leuke dingen mee. Ja, ja, dat is mooi, heel vak. Hey, dankjewel. Ja, nee, bedankt ook. Dankjewel dat jullie er waren. En super. Succes nog vanavond, heren. Jij ook morgen. Ja.